De 24-jarige man die afgelopen zaterdagnacht gewond raakte bij een schietpartij aan de Wiebenaheerd, heeft inmiddels aangifte gedaan. Toen de stadje rond middernacht iets uit zijn auto wilde pakken, werd hij beschoten. De man werd geraakt in zijn been. Een vriend heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn schotwond is behandeld. Het gaat inmiddels beter met het slachtoffer. De politie heeft het vermoeden dat het incident drugsgerelateerd is. Daar hebben we nog geen concrete aanwijzing voor. Het kan zijn dat een en ander gebeurd is in het drugscircuit, in de drugshandel. Dat moeten we wel op basis van het onderzoek gaan vaststellen. Maar goed, we sluiten het zeker niet uit. Over de daders tast de politie nog in het duister. Op dit moment niet. Het onderzoek is ook nog maar net begonnen. Het is afgelopen weekend gebeurd. Dus we zijn nu aan het kijken op basis van de aangifte en op basis van de getuigenverklaringen of we ook de daders kunnen komen. Ondanks het schietincident beschouwt de politie Beijum niet als een buurt die extra aandacht nodig heeft. Ik kan u verzekeren dat het politietoezicht in Beijum uitstekend is. Dat we er wat dat betreft ook wel bovenop zitten. En je kunt niet alles voor zijn. Dit schietincident is natuurlijk een ernstig incident, daar zijn we ook zeker niet blij mee. En we zullen er ook alles aan doen om de verdachte aan te houden van dit incident.